Ja, ik was net te laat. Ik ging even naar het toilet en er was hier een tram met de regenboogvlag erop. En dat is nu wel een beetje het centrale zicht in Amsterdam. Behoorlijk propaganda. Dus welkom in de regenboogcity. Met al die vlaggen, met al die ideologische propaganda en opdringerigheid, zonder dat mensen de ware agenda erachter ooit zullen begrijpen als ze alleen maar de mainstream media geloven en volgen. Maar ja, we blijven hoopvol dat mensen wat dieper gaan graven en erachter komen wat de werkelijke gedachtegang is van deze Baphomet agenda, non-binaire agenda, pedofielen die dit aansturen, kinderen te verwarren, gezinnen uiteen te splijten. Kijk, daar zie je de Kalverstraat met al die vlaggen. Ik wil er nog een keer wat uitgebreider bij stilstaan de komende week. Overal de vlaggen. Overal de vlaggen. Maar ook hier de Russische vlag en de blauw-wit-rood vlag. We zijn hier ook de Palestijnse vlag. Tegen oorlog. Maak van Nederland geen doelwit. Nieuwe wereldorde. Namelijk de wereldorde van de BRICS, waarin de staat en de soevereine overheid een grotere rol speelt. En de wereldorde van het speculatieve kapitalisme van het Westen. En die, zelfs als morgen de vrede uitbreekt in Oekraïne, zal aan die oorlog geen eind komen. En zal het dus opnieuw onderhandeld moeten worden over de vraag: wat voor maatschappij willen we nou eigenlijk krijgen? Want vergeet niet dat het Westen bewust heeft aangestuurd op het uitvechten van het conflict in Oekraïne. Wesley Clark, ooit Amerikaans presidentskandidaat en opperbevelhebber van de NAVO in Joegoslavië, heeft in 2014 gezegd: we zullen in Oekraïne China en Rusland moeten bestrijden. En die strijd vindt op dit moment plaats. En het is dus belangrijk om te weten waar die strijd over gaat. Het Westen heeft na 1991 een wereldwijd bestuur willen afkondigen. Zogenaamde global governance. Daar valt onder andere onder het laten veroordelen, vervolgen van Poetin, de Russische president. We komen later bij jullie terug. Voor het afvoeren, in veiligheid brengen van de weeskinderen van online. De Donbass. Dat is een voorbeeld van wereldwijd bestuur, mondiaal bestuur. Zo wil het Westen, Amerika en Engeland voorop, de wereld beheren. En dat is iets wat niet langer lukt, omdat China en Rusland en India en sinds enkele dagen ook Afrika hebben duidelijk gemaakt dat zij onder die wereld niet willen leven. We moeten dus zijn voor vrede in Oekraïne. Vandaag.